Hey, welkom. Dit is Dutch Dragon. Vandaag een speciale aflevering Europa Universalis 4, namelijk met speluitleg. Ik heb het spel vaak gespeeld, maar ga waarschijnlijk voor velen van jullie daar veel te snel doorheen. En een van jullie vroeg van, hey, kan je niet eens een keer uitleggen hoe het spel nou eigenlijk werkt? En dat is een hele goede vraag. Ik begin daarom in het beginscherm van het spel, want er is zeg maar het basisspel zoals het een jaar of 4-5 geleden op de markt kwam, maar inmiddels zijn er allerlei uitbreidingen. Conquest of Paradise, Wealth of Nations, Respublica, Art of War, El Dorado, Common Sense, The Cossacks, Mare Nostrum, The Rights of Man, Mandate of Heaven en de laatste Third Realm. De ene uitbreiding is belangrijker dan de ander. Ik heb alle uitbreidingen, dan bedoel ik wel de uitbreidingen van het spel op zich. Er zijn ook allerlei unit packs waardoor poppetjes er net wat anders uitzien, maar dat is op zich niet zo bijzonder. Die heb je niet per se nodig. Ik begin het spel gewoon even met een willekeurig land. Ik klik gewoon even Denemarken aan. Je kan op twee manieren spelen. Normal mode betekent dat je het spel altijd kan opslaan wanneer je wil en ook weer kan laden als je wil. Als een oorlog dus niet helemaal goed gaat, heb je gewoon die mogelijkheid om die oorlog even opnieuw te laden en het spel opnieuw te spelen. Er is ook de optie Iron Mode. Daarin kun je wel saven wanneer je wil. Maar die save is ook de enige save die je hebt. Dus je kan niet later nog eens teruggaan. Dus het spel afsluiten, dan saved hij ook. En dus kun je niet dingen ongedaan maken. Voor nu pak ik even Normal Mode. De Iron Mode is ook de enige manier waarop je trouwens achievements kan halen in het spel. Dus het is belangrijk om te weten. Je kan die dus niet met allerlei cheats voor elkaar krijgen. Goed, zoals gezegd, ik speel dus met alle uitbreidingen aan. En dat betekent dat sommige dingen misschien anders zijn in jouw spel, wat jij misschien hebt, omdat je niet alle uitbreidingen hebt gekocht. Waar precies de afwijking zit, durf ik niet te zeggen, want ik speel het spel altijd met de nieuwste uitbreiding. Dus ik weet niet meer precies hoe het spel er 4 jaar geleden uitzag zonder alle uitbreidingen. Treasury, hoeveel geld je hebt. Manpower, het aantal soldaten dat je ter beschikking hebt. Sailors, dat is bijvoorbeeld zo'n uitbreiding dingetje, weet ik toevallig, dacht ik. Aantal zeemanschappen dat je beschikbaar hebt. Stability, hoe stabiel is het land? Hoe corrupt? Je prestige, hoe kijken andere landen tegen jou aan? De legitimiteit van je macht, in dit geval 100%, dus men is het er 100% over eens dat jij de baas bent van het land. En je power projection, hoeveel macht straal je uit naar je meest sterke vijanden of meest logische vijanden. Daarnaast, als je op de vlag van je land tikt, ik zet heel even de muziek uit. Dat is vrij irritant eventjes. Als je op je land klikt, dan zie je als eerste je regering. Dit ben jij. Dit is de leider van je land. En die heeft soms een bepaalde eigenschap. In dit geval een, dat is een vervelende zelfs. Infertile, oftewel mijn koning is niet echt een vruchtbaar iemand. Dat is natuurlijk een groot probleem. En je ziet hier een aantal punten. Administratieve power, die wordt hierboven ook weergegeven, op dit moment 84. Je diplomatiekracht hier en je militaire kracht daar. Deze drie samen worden ook wel je monarch point genoemd. In dit geval krijg ik per maand, en de tijd staat hierboven, krijg ik 6 van die punten erbij. Dat staat hier ook. Monthly increase 6. 3 standaard. En 3 extra vanwege de administratieve skills van mijn koning. Mijn koning is namelijk een 3-2-2. Dat betekent dat hij er hier 3 van levert. Daar 2 van en hier 2. Ik kan op een van deze 3 knoppen klikken. En dan krijg je er van die 2 extra. Maar dan gaat er bij de andere 2 1 af. Dat zal ik nu met een voorbeeldje doen. Als ik bijvoorbeeld zeg militaire kracht is voor mij nu het belangrijkste. Gaat die naar 7. Bij de andere 2 gaat er 1 af. Ik kan vervolgens als ik wil ook adviseurs inhuren. En die leveren ook een plus 1. Of zelfs een plus 2 in dit geval. Hoe beter, hoe duurder. Deze kost 1 per maand. Hij levert extra productie op. Deze levert 2. Maakt je missionarissen wat sterker. En zo hebben ze allemaal een aantal bonussen. Dus als ik bijvoorbeeld hier een plus 1 inhuur, dan krijg ik hier dus
In totaal 6. 3 standaard, 3 extra van de koning. 1 minder, omdat ik dus de focus op het militair gezet. En weer eentje extra vanwege Anton Hoeg. Dat is zijn naam. En dit levert hij op. Hij levert per jaar 1 prestige op. En die zit dus daar. Daarmee heb ik het eerste scherm uitgelegd. Je hebt ook de abdicate optie. Daarmee kan je je koning ontslag laten nemen en neemt zijn opvolger het over. In dit geval heb ik geen opvolger en ook geen vrouw. Mijn government. De cultuur in mijn land bestaat uit Denen en Zweden. Niet heel gek. Ik ben natuurlijk Denemarken. En ik heb blijkbaar een klein stukje Zweden in handen, waardoor er ook een beetje Zweedse cultuur in mijn land is. Ik ben een koning. Mijn land is een koninkrijk. Daar valt op dit moment ook niks aan te veranderen. En omdat ik een feodale koning ben, krijg ik extra manpower, 10%. En mijn vazallen betalen 25% extra. Daar kom ik straks op terug. Diplomatie. Wat zijn de verdragen die ik heb met andere landen? Dat is in dit geval vrij belangrijk. Ik heb 3 landen die mij zien als vijand. Engeland, Litouwen, hier. En de Teutonic Order, dat is die grijze daar zo. En ik heb zelf nog niet aangegeven wie mijn grote vijanden zijn. Nou, in dit geval kan ik bijvoorbeeld kiezen de Teutonic Order. En door zo'n land aan te vinken als mijn grote vijand. En dat zijn altijd landen die ongeveer even krachtig zijn. Je ziet dat ik bijvoorbeeld niet... wat is nou echt een machtig land? Oostenrijk bijvoorbeeld kan ik niet kiezen. Schotland bijvoorbeeld weer wel. Dus stel dat ik plannen heb om Schotland binnen te vallen. Dan kan ik hem tot mijn vijand benoemen. Dat betekent dat ik, als ik hem versla in oorlog, ik 25% extra prestige krijg. Dat ik sneller spionnen kan sturen. En dat ik makkelijker gebieden van hem kan overnemen in een vredesverdrag. Nou, ik laat het nu even weg. Maar dan kun je dus gewoon op klikken. Kies er een. En dat is dan op dat moment je vijand. Je kunt er nog 2 bij kiezen. Je kunt overigens ook andere landen gewoon aanvallen. Dan is er in mijn geval met Denemarken iets speciaals. Ik heb namelijk een junior partner. Dat wil zeggen dat in dit geval Denemarken is ook soort van eigenaar van Zweden en van Noorwegen. Dat komt omdat de koning van Denemarken is ook de koning van deze 2 landen. Dus stel dat ik bijvoorbeeld Pomerania hier de oorlog verklaar, dan zullen Zweden en Noorwegen met mij meevechten. Want de koning zegt het is oorlog. Deze 2 landen hebben dus dezelfde koning. Dus eigenlijk is dit 1 groot land in 1. Verder heb ik ook een vazal. Dat werkt weer net iets anders. Een vazal is een land met een eigen koning. Maar die is wel weer schatplichtig aan mij. Dus hij betaalt een gedeelte van zijn inkomsten betaalt hij aan mij. Deze 2 landen niet. Die hebben een eigen staatskas. Die kunnen daarmee dus doen wat ze willen. Alleen in tijden van oorlog moeten ze mij dus gehoorzamen. Ik heb verder ook een Reconquest Causes Belli. Dat betekent dat ik delen van Holstein als mijn gebied zie. Dat dat voor mij een legitieme reden is om hem de oorlog te verklaren. Je kunt namelijk niet zomaar iemand aanvallen. Als ik bijvoorbeeld hier zeg, verklaar Litouwen de oorlog. Kan nu sowieso niet. De eerste maand kun je niet vechten. Ik zal de tijd even laten lopen. Het is mooi om gelijk even mee te pakken. Dit zijn random events. Die kunnen dus willekeurig voorbij komen. In dit geval is dat een hele vervelende. Maar je ziet nu, ik kan hem in principe de oorlog verklaren. En dan zegt hij, ja dat kan wel. Maar dat levert jou een -2 op in je stabiliteit. Want je hebt geen legitieme reden om hem de oorlog te verklaren. De stabiliteit. Pak weer even de metertjes erbij. Je treasury. Voor een overzicht wat je hebt aan cash. En hoe dat is opgebouwd. En dat kun je hier, dus ik klik weer op het vlaggetje. Bij de cash kun je dat wat gespecialiseerder zien. Ik verdien 4,6 ducaten per maand aan belasting. De productie van goederen, handel, mijn vazallen, dus in dit geval dus deze, die betaalt mij een klein beetje. Staat ook bij, Holstein. Maar ik heb die adviseur in dienst, die kost 1 ducaat. Het onderhouden van de staat kost geld. Ik heb 3 forten. 1, 2 en 3. Die moeten onderhouden worden. Kolonies heb ik niet. Mijn priester hoeft niks te doen. Corruptie staat op 0, dus hoef ik ook geen geld aan uit te geven. Ik heb mijn leger op volle kracht. Ik kan ook zeggen, nou, daar gaan we eens wat minder geld aan uitgeven. Wordt het leger wel veel zwakker van, maar kost het ook minder geld. En mijn vloot kost ook geld om te onderhouden.
Goed, dat is geld. Manpower, ik krijg op dit moment 167 verse mannen elke maand. Sales ook. Stabiliteit. Die zit hier. Stabiliteit, ik zal hem even nu min 1 laten worden. En dan zie je dat er net niks bij stond. Nu wel. Mijn trade power is min 1. De kans om spionnen te ontdekken is min 5. Kortom, je ziet dat er wat nadelige gevolgen zijn van deze actie. Stabiliteit zit altijd tussen de min 3 en de plus 3. Je wil hem eigenlijk het liefst in de plus hebben. Het liefst plus 3, want dan krijg je een aantal bonussen. Als deze zakt, kun je hem hier met de boost knop weer omhoog halen. Maar dat kost dan dus van die admin points in dit geval. Je ziet hier het vlaggetje met het veertje. Hetzelfde tekentje hier. Ik heb 100 punten nodig. Ik heb er maar 96. Dus dat is te weinig. Dus dan wachten we een maand. Komen er weer 6 punten bij. Dan heb ik wel genoeg boost. Staat hij weer op 0. Je ziet het hier ook. Mocht ik hem eentje omhoog krijgen, dan zie je het aantal bonussen. Nationale onrust min 1. 5% extra belasting. Allemaal hele gunstige dingen. Nu staat hij gewoon op 0. En dat zijn dus geen plus- of minpunten. De handel. Daarvoor zet ik even deze map mode aan. Deze vakjes zijn trouwens, als je het spel koopt, gewoon leeg. Je kan er met rechts op klikken. En dan kun je zeggen van nou, ik wil bijvoorbeeld dat hij daar het Imperium weergeeft. Je kan ook hier weer zo. Je kunt dus zelf invullen wat je hier wil hebben. Je kunt ook al deze menus gebruiken. Er zitten heel veel opties in. Veel meer. Maar dit zijn een soort snelkoppelingetjes naar wat jij belangrijk vindt. Dus het is gewoon wat je zelf kiest. Trade. Mijn handel is vrij efficiënt. En ik verdien op dit moment 1,83 van al mijn geld gaat verdiend worden via de handel. Dus ongeveer 20%. Als ik de handel zie, dan klik ik hier op trade. Hij zit ook... ik denk onder het zakgeldje. Ja, trade goods. Nee, sorry, dat is de verkeerde. Trade value. Trade goods. Wat wordt er verhandeld? Kom ik zo op. Daar, trade. Je ziet hier de handelstromen lopen. Bijvoorbeeld hier in de Baltische Zee. Daar is een handelstroom die is in totaal 5,4 dukaten waard. En wij hebben daarvan 5% in handen. Dat betekent dat van die 5,4 wij 5% krijgen. En dat gaat naar onze schatkist. We hebben op dit moment twee traders. Die worden nog nergens ingezet. Dit is onze thuishaven. Dus wat ik doe is, ik wil zoveel mogelijk handel hier vandaan halen. Want daar verdien ik het meeste. Je ziet hier ook 14%. Dus ik kan bijvoorbeeld op deze klikken. En ik zeg transfer trade. Dus hij gaat de handel van hier naar ergens anders verplaatsen. En dat kan ik bijvoorbeeld ook met deze doen. Transfer trade. Zo. Wat je nu ziet is dat... Het heeft even tijd nodig dat die mannen gaan werken. Het was 10,6. Je ziet dat het nu 11,5 is. Daar pak ik nog steeds een bepaald percentage van. En dat betekent dus dat die handel hier dus groter is geworden. Omdat ik hier dus 1,8 doorstuur naar daar. En hier 3,5. Dat betekent dus dat hier de handel meer is. En dit is waar ik al... meeste invloed heb, 16%. Dus hier verdien ik nu 2,34 en dan zul je zien dat dit percentage nu 24%. Ik verdien nu 2,34, net was het iets minder. Dus mijn handelinkomsten zijn nu iets gestegen. Trade is een van de moeilijkste dingen, vind ik zelf, om goed in de gaten te houden. Dan hebben we de technologie. Ik ben een Europees land, betekent dat ik op tech niveau 3 begin. De Indianen in Amerika, wat ik nog niet ontdekt heb, maar die zitten hier. Beginnen we op tech 1. En als ik 598 punten heb van deze, kan ik naar technologie nummertje 4. Dus heel veel van deze punten binnenhalen is eigenlijk super belangrijk. Als ik dat eenmaal heb gedaan, dan kan ik ook bepaalde ideeën vrijspelen. Nou, die zitten hier. Stel dat ik bijvoorbeeld zeg van ik wil mijn land vooral een religieus land maken, waarin religie heel belangrijk is. Dan kies ik voor bijvoorbeeld religieuze ideeën. Dan krijg ik een extra missionaris om gebieden te bekeren. Het wordt goedkoper om die boost van die stability te geven. Missionarissen zijn ook sterker. Ik kan meerdere geloven in mijn rijk toestaan. Allemaal bonusjes die ik hiervoor krijg. Je kunt ook andere dingen kiezen. Ook deze dingen kosten weer punten. Alles in de admin groep kost admin points, diplomatie kost diplomatiekracht en military kost militaire kracht.
Eén zo'n dingetje kost steeds 400 punten. Maar deze moet je dus vrij spelen eerst. Daarvoor moet je dus technologieën omhoog. En dan kun je dat doen. Je kunt altijd kiezen voor een missie. Verbeter je prestige. Zorg dat je relatie met de paus goed is. Of verover Ozol in dit geval. Ozol ligt... Weet ik in dit geval niet. Kan ik meteen laten zien. Hieronder het pijltje. Find province. Ozol. Daar. Oh, de puntjes moeten erop. Bam. En hij geeft hem aan. Daar zit Ozol. Stel dat ik die wil hebben. Accepteer ik deze missie. En je ziet gelijk. Conquest Carthage Belly. Ik heb dus nu een reden om dit land de oorlog te verklaren. Diplomacy. Declare war. En hier kies ik de reden. Take Ozol. Deze missie is mij namelijk gegeven. Ja, door mijn regering zou je kunnen zeggen. Dus die kan ik uitvoeren. Stel dat ik nou zeg. Nou nee. Ik wil eigenlijk hier Stralsund hebben. Dan kies ik voor diplomacy. Covert action. Dan stuur ik een spion. Confirm. En je ziet hier dat een van mijn diplomaten nu spion is geworden. Als ik de tijd laat lopen, dan zal hij elke maand een klein beetje spy points opbouwen. In dit geval bijna 1,5 per maand. Nou, dat loopt op. En op een gegeven moment kan ik dan kiezen voor fabricate claim. Kost me in dit geval 20 spy points. Dat kost me bijna een jaar lang. En dan kan ik op dat gebied een zogenaamde claim leggen. Deze sla ik even over. Er zijn wat opstandjes hier en daar. Even mee afrekenen. Zo. Ik laat de tijd even doorlopen. Je ziet dus die punten die nemen toe. Goed. Wat hebben we dan nog meer? De missie dus. We kunnen hem ook cancelen. Dan krijgen we gewoon een nieuwe missie om te kiezen. Hier dus de war exhaustion. Zolang je oorlog voert, raken mensen op een gegeven moment die oorlog zat. Als deze meter helemaal vol zit, krijg je allerlei opstanden in de Rijk. Dat wil je niet. Dus je wil niet dat een oorlog te lang duurt. Je ziet hier ook twee mogelijke opstanden. Danish Pretender Rebels. Die willen blijkbaar dat er een andere koning in mijn gebied komt. En ik heb een aantal heren van adel die het blijkbaar ook niet helemaal met me eens zijn. Dus die kan ik aanvallen. Ik kan ook zeggen ik accepteer jullie eisen. Dat lijkt me in dit geval een heel slecht idee. Je kan het niet eens. Dus zo kun je er vanaf komen. Je kan ze uiteraard ook gewoon bestrijden. Je kan hier bijvoorbeeld zien Danish Noble Rebels. Die zitten hier. Ik kan mijn leger daar naartoe sturen. Dit leger heeft op dit moment geen generaal. Dat kan ik zien omdat er geen sterretje boven zit. Staat hier ook. No leader. Het bestaat uit 9000 man die gewoon te voet vechten. 3000 te paard. Later in het spel, als er genoeg technologie is, kan ik ook kanonnen nemen. Er is geen leider. Nu kan ik kiezen om een generaal te kopen. Kost me weer 50 van die punten. Ik kan ook zeggen, ik maak van mijn koning een generaal. En je ziet dat die koning ook weer bepaalde eigenschappen heeft. Hij schiet vrij goed. Hij is een hele goede leider. Manoeuvreren kan hij niet zo goed. En steden belegeren is hier ook niet echt een held in. Nou, je ziet nu wel die ster daarboven. En nu zie je een gevecht plaatsvinden. Het bestaat uit een aantal fases. En dat is gedeeltelijk met een dobbelsteen. Maar als je met 11.000 man, 4.000 man aanvalt, win je over het algemeen vanzelf. We gooien in dit geval een 8. Er komen 2 punten bij. Vanwege de bonus van onze leider. We krijgen een min 1. Omdat we over een rivier aanvallen. Dat is extra moeilijk. Hij gooit een 2. Dat betekent dat hij deze ronde van de slag verliest. Ik zet de tijd even iets langzamer. Je ziet zijn moraal zakken. Nieuwe ronde. Wij gooien een 5. Hij ook. We krijgen een plus 1 omdat we ook goed schieten. En we krijgen weer die min. En dus het is eigenlijk 5-5. Dat betekent dat we allebei min of meer evenveel moraal verliezen. Maar we hebben natuurlijk wel meer soldaten. In dit geval hebben we de slag gewonnen. En is de oorlog voorbij. Je ziet nu een metertje hier gaan vullen. Langzaam. Het is 100% zeker dat als het metertje vol is dat we dit gebied overnemen. Je ziet hem hier langzaam vollopen. En inderdaad 100% en we zijn hier gekomen. Vervolgens klik ik even hier op Gotland. Daar wil ik naartoe. Omdat ik transportschepen heb, worden die vanzelf hier naartoe gestuurd. En nemen ze mijn soldaten mee. Hier gaan ze. Nu zie je dat de kans dat deze ronde dit fort zich overgeeft is min 49%. We zijn namelijk bezig met het belegeren, want hier staat een fort. Dat moet eerst worden ingenomen.
Nu dus min 50% kans. En ook nu gooit het spel als het ware iedere maand een dobbelsteen. Elke keer. En loopt het percentage langzaam op. Kijk, bijvoorbeeld al 0%. Hij zult zien dat we hebben nu een 13 gegooid bijvoorbeeld. Nu gooien we een 7. Je ziet dat het 14% kans is dat het fort zich nu overgeeft. Ja, het loopt op naar 21, dus de kans dat het fort zich overgeeft wordt steeds groter. Maar dit kost dus tijd, omdat hier een fort staat, middels 35%. 49%. Ik kan volgens mij oplopen tot 63. Ik heb zelfs een keer pech gehad dat ik tot 70% zat. Hij blijft nu gelijk. Gooit een 5. Kwestie van hoog gooien waardoor het beter gaat. En dat is nu gebeurd. Bam. Ook nu is deze van ons. Goed. Dat is dus dat. Op een gegeven moment kunnen we ook gebieden veroveren. Maar dan moeten we die gebieden wel weer integreren. Het geloof, we zijn op dit moment katholiek, we kunnen ook niet veranderen. Later in het spel met de reformatie kan dat wel. Militair, we hebben 3 forten. 1 op Gotland, 1 hier en 1 daar. En de hoofdstad, maar dat is een gratis fort. Wat ik kan doen is dat ik zeg, alle forten niet meer bewapenen. Dan zie je dat de fort maintenance staat nu helemaal onderaan, min 3. Dus ik hem activeer ook nog, want ik heb de pauze natuurlijk niet uitgezet. Ik zet hem nu uit. Je zult zien dat Fort Maintenance bij de volgende maand zakt. Teruggezakt naar 2. Het kost 50 cent per fort. In dit geval. Waarschijnlijk is één fort wat sterker, waardoor die wat duurder is. Dat durf ik zo even niet te zeggen. Betekent wel dat mijn fort nu dus leeg is. Er zitten 0 mensen die dit fort bewapenen. Mocht de vijand dus aanvallen, en ik zet dit fort weer niet op onderhoud, ik ga dus niet dat fort betalen, dan loopt die meter dus ook in één keer naar 100% en niet hier met die min 49 waarmee die begon. Dus forten zijn soms ook gewoon handig. Als je vermoedt de vijand gaat bijna aanvallen of hij komt in de buurt, zorg dan dat je je forten activeert. Dat kan je doen door op zo'n fortgebied te klikken en hier het vinkje aan te zetten. Je kan het ook hier in de militaire tab gewoon zeggen, bam, in één keer alle forten activeren. Dan zit hij niet gelijk vol. Dan gaat hij langzaam, je ziet het ook staan, plus 220 soldaten per maand. Dus het duurt ongeveer 10 maanden. Voordat dit fort weer helemaal is aangevuld. Verder onze subjects. Dus landen die naar mij moeten luisteren. Omdat je ze daartoe gedwongen hebt. Of omdat je dus dezelfde koning hebt. In het geval van Denemarken is dat zo. Dan kan ik ze bepaalde opdrachten geven. Ik kan hem verplichten om bepaalde landen uit te sluiten van handel. Ik kan hem mijn gebieden afgeven. Ik kan hem een provincie geven. Ik kan een gedeelte van zijn geld weghalen. Allerlei opties. En ja, als je positieve optie doet, zullen ze je aardig vinden. Pak je ze continu hun geld af, kunnen ze misschien wel in opstand komen. En dat wil je ook niet. Verder heb je nog estates. Je kunt je eigen land weer onderverdelen over andere groepen. Bijvoorbeeld deze hier, Oostjeland. Is gewoon van mij. Maar ik heb gezegd, hey, de burgers mogen dit gebied besturen. En dat betekent bijvoorbeeld dat trade power, hier 4,2... Die krijgt de 50% bonus. Als ik nu van de burgers weer afpak, dan zul je zien dat die bonus hier terugzakt. Kijk, hij is nu nog maar 3,1. Als ik hem weer teruggeef aan de burgers, zul je zien dat hij weer oploopt. Kijk, verliezen we 4,2. Het heeft dus voordelen om ze wel of niet daaraan te geven. Je ziet bijvoorbeeld ook dat er extra sailors hier gegenereerd worden. Je kan echter ook zeggen, ik geef het gebied liever aan de kerk. Dat betekent dat de onrust hier wat lager is. Dat je bonus krijgt aan belastingen. Je kan het ook geven aan de nobility. Dat is bij deze bijvoorbeeld gebeurd. Dat betekent dat deze provincie extra manpower geeft. De manpower hier staat op 325. Dat is per jaar. Totaal krijgt hij 165 per maand. Maar per jaar levert het dus 325 op. Als ik die nobility daar weghaal, zie je dat hij maar 275 oplevert. Dus ik geef hem gauw terug. Nu zie je hier iets geels gebeuren. Dat betekent dat de nobility ontevreden is. We hebben ze namelijk gebied afgepakt. En dan komen we gelijk bij het laatste tapje. Namelijk, hoe ga je met die gebieden om? Je kan ook met die groepen dingen afspreken. Bijvoorbeeld, zij zijn nu een beetje boos. Ik kan zeggen, hey, ik verwacht jullie nu 3000 man in één keer extra aan mij leveren. Om voor mij te vechten. Zijn ze niet blij mee, want dat gaat hun levenskosten. En je ziet dat als ik hiervoor kies,
dat hun loyaliteit met 15 punten zakt. En die staat al in het rood. Dus daar maak ik mezelf niet echt geliefd mee. Maar er komen hier wel 2000 man bij. Ik kan ook zeggen, Cold Diet. Ik roep de mannen bij elkaar voor een gezellig feest. Daarmee krijgen ze 15 loyalty. Maar ik zet ze natuurlijk ook in een zonnetje. Dat betekent dat ze ook zeggen, hey, we zijn dus blijkbaar belangrijk. En die macht gaan ze grijpen. Dus Cold Diet. Ze worden een stuk happier met mij. Maar ze zien ook wel, hey, wij zijn belangrijk. En als ze zichzelf te belangrijk gaan vinden, dan kunnen ze de macht overnemen. Ik kan ook zeggen, hey, geef mij eens wat van jullie militaire kracht. Let op hier, military power. Gaat 100 punten omhoog. Nou, als ze rood zijn, leveren ze een boete op. Mijn manpower is nu bijvoorbeeld min 10. Ja, dus ik kreeg straks meer. Nu gaat dat 10% af. En mijn legeronderhoud wordt 10% duurder. Ook een probleem. Ik kan echt die mensen ook heel blij maken. Bijvoorbeeld hier de clergy. Die geven nu een bonus van 15% belasting. Ik kan ook zeggen, hey, ik zoek bij jullie een beetje steun. Hop, ik krijg 20% belasting. Die plus 1 wordt 10% goedkoper. En ik krijg wat extra invloed van de paus. En dan kan ik ook nog zeggen, nou, ik geef jullie ook nog even een zak geld. Nou, komt hij net niet boven de 81% uit, want dan wordt die bonus misschien nog wel groter. Ook hier, Grand Monopoly Charters, trade efficiency was 5%, wordt nou 10%. Nou, dat levert dan weer problemen op met de buren, want de Zweden hebben zoiets van, hey, we willen eigenlijk wel onafhankelijk zijn. Ja, dan kan ik zeggen, nou weet je wat, geef ik jullie gewoon een gebied van mij. Geef je bijvoorbeeld Euzel. Die krijgen ze. En daarmee zijn ze dan wellicht weer tevreden. Even kijken. Wat Holland geeft. Ja, je ziet het in de percentage droppen. Maar ook gelijk weer van, hey, we zijn sterker geworden. We hebben meer gebied gekregen. Dus we willen helemaal niet onafhankelijk zijn. Dus er zijn allerlei opties te bedenken hoe je met die landen omgaat. Dit is heel ingewikkeld. Het is ook heel veel. Je hebt dus het land. Je kan doorklikken op een provincie om bepaalde dingen te doen. Je ziet ook hier buildings. Naarmate je technologie ontdekt, kun je bepaalde gebouwen bouwen. Bijvoorbeeld de trade power gaat met 50% omhoog. Dat heeft hier niet zoveel zin met een trade power van 1.2. Maar bijvoorbeeld in je hoofdstad, daar is de trade power 34. Als je daar 50% bij telt, dan kun je natuurlijk extra trade genereren. Wat op zich weer gunstig is. Hierboven allerlei waarschuwingen. Ik heb bijvoorbeeld nog geen hoofdvijanden gekozen. Dat kan ik bijvoorbeeld wel snel doen. Zij zijn nog steeds een beetje boos. Logisch. Daar kan ik ook wel weer iets aan doen. Ik kan ze bijvoorbeeld extra land geven. Ik zie hier bijvoorbeeld een paar gebieden die nog van niemand zijn. Nou, die kan ik bijvoorbeeld zeggen, die geef ik aan jullie. En hier zit er ook nog eentje. Hop. Hij is blij. Ik heb hem heel veel gebied gegeven. Dus al deze gebieden hebben nou die manpower bonus. Want het is van de nobility. Dus de nobility is blij, want ze krijgen mij extra land om te besturen. Hier een aanschuwing, want ik heb nog niet al mijn adviseurs benoemd. Dat hoef je trouwens niet te doen, want ze kosten natuurlijk wel geld. En je ziet dat ik nu verlies maak op mijn rekening, dus dat is helemaal niet handig. Zo zijn er andere dingen. Deze landen zijn bijvoorbeeld in oorlog en willen graag mijn leger huren. Nou, dat kan. Maar zelfs als ik het gratis aanbied, kunnen ze niet betalen. Dus in dit geval gaat dat niet lukken. Als je op andere landen klikt, kun je allerlei dingen doen. Lees dat gewoon vooral door. Stel dat ik denk, hey, die Engelsen zijn misschien wel een interessante bondgenoot. Daar heeft hij in dit geval geen zin in, want hij is mijn rival. Hij heeft mij als vijand aangewezen, terwijl ik heb dat met Schotland gedaan, Bourgondië en de Teutonic Order. Dan kan ik bijvoorbeeld naar de Teutonic Order gaan en dan zie ik dat zij als vijand hebben Polen, mij en Novgorod. Als ik dan de Polen klik, dan blijkt dat wij dezelfde vijand hebben, namelijk die Teutonic Order. Dus misschien wil hij met mij wel een bondgenootschap sluiten. Dat stel ik voor. En jawel, Polen accepteert. Dat betekent dat als ik in oorlog ben, dat Polen mij moet komen helpen en andersom. Let wel, dat hoeft alleen als ik aangevallen word. Dus als ik word aangevallen, is Polen min of meer verplicht mij te helpen. Als ik zelf een land aanval, kan Polen kiezen om mij te helpen. Dat is hij niet verplicht. Dus alleen in ieder geval verdediging zijn de meeste landen verplicht om mij te helpen. Nou wil ik natuurlijk met Polen goede vrienden zijn. Dus, hier bijvoorbeeld een nieuwe gebeurtenis. Mijn koning is doodgegaan. Dat gebeurt wel eens. Maar gelukkig stond er een nieuwe klaar. Ik heb nu een 3-6-2. Dus die levert 3 admin op. Dat deed de oude ook. Maar die gaf toen 2 en 2.
Maar deze levert maar liefst 6 diplomatieke punten op. Je ziet dat hij meteen een 9 staat. Dus dit is heel gunstig dat die koning dood is gegaan. Hij heeft ook niet meer het probleem met zijn vruchtbaarheid. Deze heeft namelijk een bonus in plaats van iets slechts. Dat betekent dat zijn leger 5% meer discipline heeft, dus beter vecht. Nou, dit is een vrij goede koning. Het beste wat je kan hebben is 6-6-6. Komt eigenlijk nooit voor. Als je 4-4-4 hebt, zo zit je supergoed. Dan moet je daar vooral heel blij mee zijn. Ja, het belangrijkste, hoe voer ik oorlog? Nou, we waren hier aan het claimen, weet je wat? Fabricate claim, we hadden die spy gestuurd daar straks. Nou, dan kies ik bijvoorbeeld, ik kan in dit geval kiezen wat ik wil. Je kunt trouwens alleen gebieden claimen bij je directe buren. Maar als er maar één stukje zee tussen zit, telt het ook als buur. Dus eigenlijk kan ik alleen hier claimen, want dit ligt aan mijn land vast. En dat stukje hier met Zweden. Maar dit zit dus een klein stukje zee tussen, kan het ook. Nou, ik zeg bijvoorbeeld dat Stralsund, dat wil ik hebben. Oké. Dat betekent dat ik er nu een claim op heb. Als ik hem nu ook de oorlog verklaar, dan kan ik zeggen, ik verklaar jou de oorlog, want ik wil dat gebied hebben. Hier zie je wat er gebeurt. Zweden, Noorwegen en Holstein zullen mij helpen. Dat moeten ze, want we zijn dus een soort baas over hun. En Polen zegt, ja, dat gaan we niet doen. Dit is een agressieve aanval van jou en dat doen we niet mee. Hij heeft intussen ook bondgenootschappen. Oostenrijk, Oldenburg, Lüneburg. Dus dat zou een behoorlijk pittige oorlog worden. Als we die oorlog voeren, dan we zouden dat land winnen. Wat ik nu niet zomaar zeker weet. Wacht, misschien is Lübeck een goede om aan te vallen. Declare war. Nee, die wordt ook door jou gesteund. Jij dan? Ook. Alles wat hier door Oostenrijk gesteund. Dat maakt het een beetje lastig om een goed voorbeeld te verzinnen. Nou, hier bijvoorbeeld. We pakken gewoon even deze. Moskou is hier behoorlijk hard aan het vechten. Oké, nieuwe vrouw voor mijn koning. Ik wacht even deze oorlog af. Dat geel gestreept zou zeggen dat het eindelijk van Novgorod is. Maar die gele hebben het nu al in bezit. En straks via een vredesverdrag moet het dan ook definitief worden overgedragen. Daar wacht ik nu heel even op. Maar dat deze oorlog redelijk snel voorbij is. Ziet eruit dat mijn geld langzaam slinkt. We hebben gewoon echt te veel. Ik kan bijvoorbeeld zeggen, nou weet je wat, ik geef even wat minder geld aan het leger. Ik heb trouwens ook een vloot. Dat zijn op dit moment schepen waar ik niet zoveel aan heb. Dus ik kan bijvoorbeeld ook wegdoen. Spaart ook weer geld uit. Kijk hoe dit gaat. Ja, hij is bijna helemaal veroverd. En dan zul je zien dat hij niet in één keer helemaal geel wordt. Wel een paar stukjes, althans dat verwacht ik wel. Ja, daar gaat hij. Bam. In één keer dit. Wat ik nu doe, ik ga even kijken alsof ik Moskou ben. Daarvoor pak ik dat diplomatic view hier. En zo. En dan zie je dat zij hier een aantal gebieden wel hebben veroverd. Maar die zijn nog niet lichtgroen. Dat komt namelijk omdat een gebied hoort van oudsher bij iemand. Als ik bijvoorbeeld hier op het stukje Holland klik, dan zie je dat het gebied van Holland is en alleen Holland kan daar aanspraak op maken. Hier, echter, Sleeswijk, zijn twee landen die daar aanspraak op maken. Holstein, waar het nu van is, en Denemarken. Beide zeggen eigenlijk, ja, dit is echt van ons. Dat is ook waarom ik hem dus eventueel de oorlog kan verklaren. Dat gaan we in dit geval niet doen. Deze gebieden hier, die zijn in principe van Novgorod. Die zegt, ja, dat is gewoon van oudsher van ons. Moskou zegt, ja, we willen het wel hebben. Ze hebben er een claim op, maar het is niet van hun. Je ziet hier een groen schildje en een goud schildje. Deze zijn beide goud. En alleen de gebieden die je echt, waar je een core op hebt, zoals het dan heet. Staat hier ook. Staat het erbij? Ja, cores. Cores en claims. Dus wij zeggen echt, dit is een kerngebied van ons. Dat zegt Novgorod hier ook. En Moskou zegt, ja, we hebben hier een claim op. Wat Moskou vervolgens moet doen, is dit gebied zeg maar integreren in zijn rijk. Ze hebben het al veroverd. Het moet nog echt geïntegreerd worden. En ook daarvoor betaal je weer deze punten. En dan gaat er een aantal maanden overheen. En dan is het echt van jou. Ik heb heel veel uitgelegd. Het is waarschijnlijk nog vrij vaag. En om dit filmpje niet nog langer te maken, laat ik het hier even bij. Maar mocht je heel veel vragen hebben, stel ze gerust. Ik beantwoord ze met alle plezier. We hebben het bijvoorbeeld nog helemaal niet gehad over het geloof. Heel veel landen hier katholiek. Wat doe je bijvoorbeeld als je een provincie verovert die een ander geloof heeft? Nou, dan verschijnt hierboven in een groen vlaggetje met een kruis erin. Daar klik je op en vervolgens kun je dus een missionaris gaan versturen. Wat doe je met gebieden die je wel veroverd hebt, maar nog niet onderdeel van jouw rijk zijn?
Ook dan komt hier een icoontje en kan je die gebieden langzaam invoeren. Alles wat hierboven staat zijn echt waarschuwingen van hey, let op, dit is belangrijk. Bijvoorbeeld nog altijd die Zweden die zoiets hebben van hey, wij willen onafhankelijk worden. Nou, daar ben ik het niet mee eens. Nou, laat ze maar proberen. En hopelijk kunnen we ze dan onder de duim houden. He, Noorwegen heeft dat probleem bijvoorbeeld niet. Er zijn nog steeds landen die ons leger willen huren. Nou, in dit geval kunnen ze dat ook weer niet betalen. Dus dat is allemaal niet zo spannend. Maar hier zit dus continu waar het echt om moet gaan. Vergeet ondertussen niet om bij je buren af en toe wat claimpjes te leggen. Dat je af en toe ook wat kan veroveren. Oorlog voeren maakt het spel natuurlijk wel het leukste. En zo nu en dan kan je ook nog met je vloot wat doen. Ik heb hier bijvoorbeeld een handelsvlootje. 3 schepen. Protect trade. Computer rekent zelf op wat de meest gunstige handelpositie is. Als ik ze nu in de Baltic Sea laat handelen, dan levert me dat een winst op van plus 0,17. Dus je zult zien dat hier mijn verlies, wat nu min 13 is, dat zakt een klein beetje. Dus het is nu iets minder groot. Ik kan op die vloot klikken. Ik kan ook zeggen, joh, bouw eens een paar schepen bij. Dan heb ik niet heel veel geld. Ga ik naar mijn economisch stapje en neem ik bijvoorbeeld 2 leninkjes. Gewoon omdat het kan. En dan ga ik bijvoorbeeld zeggen van, nou, bouw er maar eens even wat schepen bij. Hier. En het springt er iets in beeld. Holstein wil graag een koninklijk huwelijk met mij sluiten. Nou, vind ik prima. Versterkt onze band. En zie hier, een paar maanden later wordt er al een nieuw prinsje geboren. Karel. Een 461. Dus blijkbaar is dit een goede familie die goed zit in de diplomatieke skills. 461 is natuurlijk prima. En continu zul je allerlei verzoekjes krijgen. Bijvoorbeeld deze. De nobles demand increased pensions, dus de adel wil hogere pensioenen. Ja, dat kan je doen, maar dat kost natuurlijk wel wat belastinggeld. Dus je belastinggeld gaat 10% naar beneden. Dat zul je dan hier ook zien. Het voordeel is dat de nobles je 10% aardiger vinden. Maar ja, ze vinden me al aardig. Maar als ik dit niet doe, vinden ze me waarschijnlijk niet aardig. Lose stability, nou, die is al vrij laag. En lose loyalty. Nou, stel dat ik dat doe. Kijk even hier. Trade power is bijvoorbeeld min 1%. Refuse demands. Hop, stability op zit op min 2. Global trade power nu min 2%. Dus ja, het land wordt nu zo onstabiel. En je ziet hier, hey, er komt hier een nieuw dingetje bij. Rebel factions. De nobles zijn dus kwaad nu omdat we niet hebben toegegeven aan die eisen. En je ziet dat er deze maand 0% kans is dat ze in opstand komen. Maar je ziet ook dat terwijl de verwachting is dat binnen 4,9 jaar die opstand wel gaat plaatsvinden. Deze maand is er al 10% kans dat die opstand plaatsvindt. En dat bouwt zich zo langzaam op. En bij 100% kans dan gaat die ook pas komen. Dus die 10% is meer, want ze zijn op 10% van hun kracht. En dat zal dus nu over 4,4 jaar zitten ze zeker op 100%, zegt hij. Nou, dat zal zich langzaam opbouwen. Dus dan ga je naar dat tapje hier. Stability. Handle them. Hoe gaan we daarmee om? We kunnen zeggen, we gaan ze keihard aanpakken. Op dit moment geblokkeerd, kan niet. We kunnen ook zeggen, we gaan de stability verhogen. En dat doen we nog een keer. En nog een keer. Je ziet hier, de punten worden weer helemaal opgeslikt. Die zijn dus weer kwijt. Maar je ziet ook dat het metertje weg is. Dus de opstand is gelukkig voorkomen. Hier weer een nieuwe. You can invest in new technology. Ja, we hebben hier dus 600 punten. We kunnen dus kiezen om onze militaire technologie naar stap 4 te zetten. Dan is het dus nu level 4. En omdat we dat hebben gedaan, kunnen we misschien wel. Volgens mij staat de eerste ronde niet zo. Nee. We kunnen nog geen nieuwe soldaten trainen. Soms levert het ook gewoon nieuwe soldaten op. Dat betekent niet dat je de oude moet weggooien. Die worden vanzelf ook mee verbeterd. Je ziet dat de handelsvloot inmiddels gegroeid is. Hij leverde straks punt 17 op extra. En nu waarschijnlijk al punt 0,25. Dus dat groeit allemaal. Goed. Nogmaals, als je vragen hebt, stel ze. Ik ga deze afsluiten. Ik bedank je voor het kijken. Zie je heel graag de volgende keer terug in een reguliere aflevering met onze campagne in Hongarije. Ik hoop dat je die dan ook iets beter snapt. Bedankt voor het kijken. Heel graag. Tot dan.